mensen, tof ik even deze video. Mijn naam is Wesley van Viveboy 1999. We hebben vandaag weer een nieuwe video waar ik ga praten over FIFA 23. Hij komt eraan. 30 september is de officiële release. 17 september kan je spelen. Ik kan hem pas echt 30 september spelen, omdat ik heb normaal gesproken de Ultimate versie. Ik heb nou een keer gewoon weer de standaard versie gekocht en dat betekent dus dat ik hem echt op 30 september kan spelen. Joh, 3 dagen verschil. Ik heb al een heel jaar gewacht op FIFA 23, dus ik kan deze 3 dagen er nog wel bij. Ik hoop jullie dat niet erg vinden, maar dan gaan jullie dus vanaf dan. Ik ga denk ik sowieso een Feyenoord career mode doen. En ik denk ook FC Volendam career mode. En denk ik het WK. Maar daarover gaan we nu hebben. Want wat komt er in FIFA tot nu toe wat we weten in FIFA 23? Ik ga het even opnoemen, voorlezen, wat ik weet. Even kijken, kort. Even kijken. Ik lees gewoon voor. Behalve de PlayStation 5, Xbox Series X en S en Google Stadia profiteert nu ook de PC-versie van de nieuwste innovaties. Deze versie maakt bijvoorbeeld gebruik van Hypermotion 2. Technologie om animaties realistisch te maken. Verdedigers kunnen daardoor op een meer natuurlijke manier met de bal meelopen en de weg naar de goal versperren. Ook is er meer variatie aangebracht in de manier waarop spelers sprinten, wat voor een realistischer en meer divers speelbeeld moet zorgen. Deze technologie wordt nu ook toegepast op de vrouwenteams, waarvoor aparte animaties zijn opgenomen. Verder oogt de grasmat in deze versie realistischer en is er meer aandacht voor de sfeer in het stadion. Dus dat is heel belangrijk. Andere dingen zijn ook beschikbaar op de PlayStation 4 en Xbox One. Dat is niet belangrijk, even kijken. Op alle platformen introduceert EA een nieuwe Power Shot. Het vernieuwt de manier waarop corners en vrije trappen worden genomen. Ook is zowel het WK voor mannen als vrouwen speelbaar in FIFA 23. Er zit nog meer vrouwenvoetbal in FIFA 23, want ook de Engelse en de Franse competities zijn speelbaar. Voor het eerst is ook cross-platform te spelen. Alle 1 versus 1 modus, zoals online vriend, online season, FUT player vriend, FUT rivals, FUT champions en FUT online draft zijn speelbaar tegen spelers op andere platformen. Dat is wel alleen mogelijk binnen generaties. Op de PlayStation 5 kan je dus wel iemand tegenkomen op de Xbox Series X, maar niet iemand op de PlayStation 4. Voor FIFA Ultimate Team heeft het EA het chemistry systeem op de schop genomen en om nieuwe manieren te bieden waarop spelers hun droomteam kunnen samenstellen. Met FUT Moments belooft EA bovendien een nieuwe manier van spelen en uiteraard zullen er ook nieuwe FUT Icons en FUT Heroes hun opwachting maken. Nou, de platform was al bekend, ja, dat weten we. Ja, qua nieuws dus qua career mode nog niet. Dat komt in de loop van augustus, dus daar gaan jullie weer een video van me zien erover. Maar volgens nog weten dus dat sowieso het WK komt in FIFA 23. Dus die gaan jullie van mij zien. Ik ga denk ik maandag, dinsdag, donderdag de Feyenoord career mode doen. En op de woensdag dan het WK. En op de vrijdag en zaterdag. Vrijdag, zaterdag en zondag de FC Volendam career mode. Dan dat ik het zo ga doen. Voor het begin. En ja, en verder heb ik eigenlijk niks te melden over FIFA 23 voor nu. Jullie hebben al een tijdje onder die trailer voorbij zien komen van wat er nu bekend is. Maar dus in de loop van augustus ga ik weer een video uploaden waar we weer weten over career mode. En dan heb ik wel ergens iets gelezen over de career mode. Moet ik even snel opzoeken. Want ik heb er wel iets over gelezen dat er wel wat nieuwe dingetjes over komen. Even kijken hoor. Career mode. FIFA 23 nieuws. Moet ik wel even. Nou ja, mijn Engels is niet goed, dat weten jullie. Nieuws in de... Goh, jongen. Waarom doet de telefoon nooit wat je wilt, hè? Dat is altijd zo leuk. Even kijken. Ik heb het ergens gelezen. Waar? Misschien wel bij EA zelfs, natuurlijk. EA. Oké. En dan gaan we hierheen. Startpagina. FIFA 23. Ja, het is even zoeken hoor jongens. Het is heel even zoeken. Nee, we hebben alle tijd. Even kijken. EASports.com. FIFA 23.
En als die even laat, dan ben ik een heel gelukkig mens. Hier, even kijken. Eventjes kijken. Hij laat ook zo lekker snel. En ik zie er niet echt wat staan erover. Info. Kenmerken. In ieder geval zag ik iets staan dat er ook qua dingen op Career Mode ook beter... oh, hier, kijk het hier. Even kijken hoor. Career Mode. Speeltype carrière. Laat je voetbaldromen uitkomen als een manager of speler in een speeltype carrière. FIFA 23 biedt je de mogelijkheid om je persoonlijkheid als speler te bepalen. Een aantal van de beroemdste voetbalnamen te managen. En te genieten van een nieuwe manier om je seizoen te spelen met speelbare hoogtepunten. In de meest authentieke speeltype carrière ervaring tot dusver. Wat ik daarvan moet denken? Ik heb nog geen flauw idee. Dus dat zien we allemaal pas echt als het later over de Career Mode nieuws meer bekend wordt. Dat was bij deze video. De video over tot nu toe wat we weten van FIFA 23. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat wat jullie ervan hopen wat het wordt. Laatste jaar FIFA 23. Vanaf volgend seizoen is het EA Sports FC. En dan gaan we dat dus doen. Vandaar dat de naam van mijn YouTube kanaal veranderd is van FIFA Boy 1999 naar West Boy 1999. Ik heb waarschijnlijk weer verkeerd gezegd aan het begin van de video. Af en toe weet ik het wel, af en toe ben ik het vergeten. Moeten we niet kwalijk nemen, maar vandaar dus die naamsverandering van dit kanaal. Bedankt voor het kijken en later!